Maar vandaag sluiten wij een, een periode af in de basis dat wij het hebben gehad over vangrails. Misschien ben je er een of meerdere keren bij geweest. Het ging over allerlei dingen die je kunt doen in je leven om jezelf te beschermen voor allerlei gevaren op allerlei gebieden: financieel, relationeel, qua moraal en zo. Maar vandaag gaan we afsluiten met misschien wel het belangrijkste: de kern van de zaak. Het hart van de zaak, zou ik kunnen zeggen. We gaan het hebben over onze binnenwereld. We gaan het hebben over ons hart. Daar begint ons gedrag. Niet bij de buitenkant, bij opvoeding. En bepaalde dingen niet meer doen, bepaalde dingen wel moeten doen. Maar het begint van binnen. Daar is onze kern. Wat hier leeft, dat komt eruit. Ik weet nog, toen ik zelf een kleine jongen was, wij groeiden op als kinderen in de polder. Maar ik was geboren in Utrecht, de stad Utrecht. En daar hebben we de eerste zes, zeven jaar van ons leven gewoond. En vlak voordat we gingen verhuizen naar de Polder gebeurde er iets heel gevaarlijks bij ons thuis. Dat had met mij te maken. Ik deed mijn achternaam eer aan in die dagen, want ik was gek op fikkie stoken en zo. Dus ik liep constant met Lucifer te spelen en kaarsjes aansteken en zo. Ik vond het allemaal fantastisch. En het was rond kerst, om al een beetje in de sfeer te blijven, dat ik ochtends vroeg wakker was geworden. En in mijn eentje naar beneden was geslopen en ik was beneden in de kamer. En de kerstversiering stond overal, de kerstboom. Maar ook kaarsjes op tafel. En ik dacht: Oh, ik ga het gezellig maken. Ik ga een kaarsje aansteken. Toen dus heb ik vuur gezocht en gevonden. En ik ging een kaars aansteken. En die pakte ik zo met kandelaar in handen. En toen ging ik rondlopen. En ik voelde me ontdekkingsreiziger. En ik kan me nog vager in dat ik zo de kamer doorliep. En dan zo langs al die sneeuwmannetjes en kerstballen. En uiteindelijk dacht ik: Ik ga de rest van het huis verkennen. Toen ben ik als zesjarig jongetje in mijn pyjamaatje begonnen in de grot waar mijn broertje sliep. Zo was dat toen, de grot. En ik ging naar binnen en ik keek zo, oh ja, oh ja. Mijn broertje is vier jaar jonger, die was twee jaar. Die lag in zijn ledikantje te slapen. Was zich niet bewust van de ontdekkingsreiziger. Het kaarsje had ik in mijn hand en ik keek zo rond. En ik was een beetje afgeleid, dat heb ik bijna nooit. Maar toen had ik dat nog. En mijn vlammetje kwam onder een hele grote plusje beer. Pff, vlammenzee. Ik schrok enorm, want die beer die stond meteen een licht te laaien. Daarna gingen de gordijnen vlam vatten. Gordijnen in de fik, beer in de fik, rook. Ik schrok zo en ik deed niks. Wegrennen. Achter de bank zitten en hopen dat het over zou gaan. Maar het ging niet over... Het werd natuurlijk erger. Mijn broertje sliep nog, was zich van geen gevaar bewust. Mijn zusje werd wakker van stank. En die riep: Papa, mama rook, papa, mama rook. Zij was vier jaar. Papa werd wakker. Die stormde die kamer in van mijn broertje. Die zag die beer fikken. Ik zag dat, want die was inmiddels teruggekomen en stond in de deuropening. En mijn vader, en dat zal ik nooit vergeten, die pakte met zijn blote handen. Niet te lang bij stilstaan, dan ga ik janken. Pakte hij die brandende beer en die goorde die zo uit het raam. Bij het raam van mijn broertje daaronder was de tuin en die beer lag te fikken in het gras. En de gordijnen, hij, hij sloeg de vlammen uit en ik zag dat stukjes brandend gordijn of, of stukjes van die beer, wat het was, weet ik niet. Maar brandende stukjes en vonken vielen op de blote voeten van mijn vader. En ik stond alleen in de deuropening. Vlammenzee gedoofd. Mijn broertje, godzijdank, ongedeerd uit zijn ledikantje gekomen. Later die dag nam mijn vader me even apart. Met z'n tweeën in de keuken. Ik zat aan tafel. Ik heb niet veel herinneringen van mijn vroegste jaren, maar deze vergeet ik nooit. Ik zat daar en ik zat alleen naar mijn vaders handen en voeten te kijken. En dan zei Martin. Ik ga je nu wel straf geven. Want dit was levensgevaarlijk, jongen. En toen heb ik van mijn vader een paar klappen op mijn billen gehad. Een pak op mijn broek, zoals ze dat vroeger zeiden. Een pak slaag was het, te groot gezegd, een paar tikken op mijn billen. Dat was het was de enige keer dat mijn vader dat heeft gedaan bij mij. Daarom maakt het ook zo'n indruk, denk ik. Ik zal het nooit vergeten. Als het gaat om vangrails... Zou je kunnen zeggen, ja, dat zijn een soort van kaders die je plaatst om gedrag, in mijn geval met vuur spelen, te voorkomen. Een vangrail zou kunnen zijn: geen kaarsen op tafel. Een vangrail zou kunnen zijn: geen lucifers binnen handbereik, want dan ban je het gevaar uit. Maar gedrag is nog iets anders dan een hart veranderen. En in vangrails hebben we een paar dingen de afgelopen weken vastgesteld. Wat Peter en ik steeds weer hebben gezegd is dit. Overvangrails. Het zijn persoonlijke beslissingen. Vangrails in je leven zijn persoonlijke beslissingen over gebieden waar jij jezelf wil beschermen. Waar plaats ik een vangrail en waarom? En dat is jouw beslissing. Sommige mensen hebben Peter of mij aangesproken met, nou ik heb het gevoel dat ik een soort van wet opgelegd krijg. Of dat ik dingen niet mag. Of dat jullie zo naar ons doen of naar mij doen dat ik me schuldig moet voelen als ik dan wel over die grens ga, die jullie dan een vangrail noemen. Nou, een vangrail kan je nooit voor een andere plaats of opleggen. Het is een persoonlijke beslissing. Dus wat wij hebben geprobeerd en blijven doen is onze ideeën, principes, ook vaak opgedaan in vele ervaringen met mensen, die delen we. Vaak ook vanuit de Bijbel. Maar wat jij zelf doet, is jouw beslissing. Het is een persoonlijke beslissing. En dan stel je als het ware een alarm in voor je eigen geweten. Dus als ik in de buurt kom bij het gevaar, ik zit nog in de safety zone, maar ik kom in de buurt van het gevaar, dan hoor ik al in mijn hoofd: alarm, alarm, mind your step, mind your step. Een persoonlijk alarm. Een systeem om je in het veilige gebied te houden, om te voorkomen dat je jezelf en anderen schade brengt. Nou, als je hier vaker bent geweest de afgelopen weken, komt dit je bekend voor. Als je geen idee waar ik het over heb, je kunt. Nakijken. Alle diensten kun je nakijken op de website. Maar dan nu naar het hart. Want opvoeden heeft vaak te maken met gedrag. Zo doen we het vaak. We passen ons gedrag aan om succesvol te zijn. Of we passen het gedrag aan, of willen dat aanpassen van de mensen die ons lief zijn, zodat zij gelukkig worden. Dit moet je niet doen, dit moet je wel doen als we opvoeden, als we kinderen dus opvoeden. Is dat vaak gericht op gewenst of ongewenst zichtbaar gedrag? Hoe vaak ik mezelf niet hoorde zeggen toen de kinderen nog heel klein waren. Au, dat is au. Au, dat is au. Nee, nee. Au, dat is au. Dat is au. Dat is ba. Dat is ba. Dat is au. Dat is ba, ba. Ba, au. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Oh. Toen ze wat ouder werden, had je een andere taal gebruikt. Zeiden, nee, niet doen. Niet doen. Ik zei het nog niet doen. Hallo. Niet doen. nee. Luisteren, hallo, contact, nee, goed zo, ja, dat is goed. Ja, ik ben trots, al. nee, 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 dat, nee, nee. Constant bezig om gedrag te sturen met... Ja of nee, dan weet je wel, positief is altijd beter dan negatief. Dus he, vooral belonen wat gewenst gedrag is. Prima, maar je bent met gedrag bezig. Je schraapt aan de oppervlakte. Het moet gebeuren, maar je wil eigenlijk uiteindelijk dat je kinderen... als je kinderen opvoedt, of dat jij zelf, als je opgevoed wordt... Snapt waarom. En dat je karakter wordt gevormd en dat je binnenwereld krachtig wordt in plaats van zwak, omdat iemand zegt wat je constant wel of niet moet of mag. Dat zit allemaal in je hart. Volgens de Bijbel. Daar zit het stuurcentrum, zou je kunnen zeggen. Ik heb een mooi plaatje gevonden over een hart. Ik vond het wel mooi om te laten zien. Een hart dat gekoesterd wordt, een omhelzing. Je zegt, dit hart. Is kostbaar. En dit hart gaat om je eigen hart. Mijn hart en wat daar leeft, dat vind ik belangrijk. Daar wil ik voor zorgen. In de Bijbel lees je daar prachtige dingen over. Een paar weken geleden heb ik iets uit spreuken gelezen. Dat zijn hele mooie uitspraken, vol wijsheid, van koning Salomo. Misschien gaat er een belletje rinkelen bij die naam. Hij wordt de meest wijze man genoemd die ooit geleefd heeft. En over het hart zei hij dit. Van alles waarover je waakt. Al die vangrails en al die dingen, oppassen, kijk uit en zo. Van alles waarover je waakt, waak vooral, boven alles, over je hart. Want dat is de bron van je leven. Vangrails beschermen die bron, als het goed is. Vangrails helpen je om gelukkig te blijven. Maar vangrails zijn geen leven. Vangrails zijn manieren om wat kostbaar is te beschermen. Het werkt niet andersom. Waak vooral over je hart. In de hoofdstukken hiervoor heeft Salomo al allemaal dingen genoemd over geld, over vrienden kiezen, over vrouwen waar je bij uit de buurt kon blijven. Hij sprak tegen zijn soort van zoon. Zo schreef hij de brief, mijn zoon, kijk uit voor dat soort vrouwen, want oh, hij voedt zijn zoon op. En uh, kijk uit voor dat soort mannen, die zijn er ook natuurlijk. Maar hier gaat hij afsluiten met. Al die adviezen heb ik je nu gegeven, maar het gaat allermeest om je hart. Jezus is degene die dit duizend jaar later ruim ook onder de aandacht zou brengen. En de Heer Jezus heeft veel conflicten gehad met mensen die vooral bezig waren met de buitenkant. Ik zal je daar een moment van voorlezen. Het is heel interessant. Jezus is aan het spreken. En er zitten veel mensen. En zijn vrienden, de twaalf discipelen worden ze genoemd. De leerlingen. Op zijn keizer van de Passion. Johannes. En Petrus. En Judas was er nog bij. De hele club was erbij. En hij was aan het preken. En er was mensen aan het genezen. En er gebeurden prachtige dingen. Maar toen kwamen er een paar van die buitenkantkijkers. Van die wetopleggers. Van die. Genaderovers. Van dat gespuis. Zo zie ik ze wel. Die het goed bedoelden ook nog wel eens, denk ik hoor. Maar de effecten waren vaak vernietigend. Kwamen Jezus op de proef stellen. En terwijl Jezus openbaar sprak, gingen zij hem onderbreken. Spannend moment. Het publiek houdt zijn adem in. De discipelen kijken naar Jezus. Wat gaat hij nu doen? En de fariseeën en de schriftgeleerden, want daar heb ik het over, die zeiden dit. Jezus, waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Waarom doen zij dingen die niet mogen? Ze gaan over al die vangrails heen. Ze wassen hun handen niet voor ze brood eten. Oh, vieze jongens. Ze hebben hun handjes niet gewassen. Wij ze zouden zeggen als volwassen mensen, what's the big deal? Het zijn volwassen mannen. Ze hebben hun handen niet gewassen. Nou en? Ja, het is beter om het wel te doen, maar moeten we dat nu even over hebben met z'n allen? Nou, de reden dat ze dat doen, heeft alles te maken met hun geloof. En hun traditie. Wat zij namelijk geloofden, en dat was ook de wet van Mozes... is dat priesters, die dus namens God naar de mensen spraken... en andersom, namens de mensen naar God gingen... die moesten rein zijn. En in de Joodse traditie, in hun, uh, in hun wetten waren bepaalde dieren bijvoorbeeld als onrein verklaard. Dat mocht je niet eten. En bepaalde zaken mocht je niet doen of niet aanraken. Want als je dat deed, dan bevelde je eigenlijk jezelf en dan stond je op afstand van God. Dat is een soort smet op je. Je was vies. Onrein. En constant waren die priesters dus bezig met, sta ik recht tegenover God? Ben ik schoon genoeg om mijn dienst uit te kunnen voeren? Want elk moment kon er iemand komen dat er een offer gebracht moest worden. of je moest iets doen. Maar het gevaar zat hierin. en hier ging het mis. Dat die wetten voor de priesters. Die werden ineens gelegd. steeds meer door de schriftgeleerde fariseeën. op iedereen. Dus het was voor iedereen beter. om bepaalde dingen helemaal niet mee te eten. Het was voor iedereen beter. om rein te blijven. Het was voor iedereen beter. om dit niet aan te raken. en dat niet te doen. En er kwamen steeds meer wetjes en regels bij. zodat iedereen steeds bezig was met. Hoe sta ik er over God? Ben ik rijn, ben ik onrein? Ben ik dichtbij, ben ik ver weg? Ben ik dichtbij, ben ik ver weg? En alles had te maken met buitenkant dingen. Gedrag. En vaak pietluttige dingen. Jezus geeft antwoord. En hij zegt... als wedervraag... En waarom overtreedt u het gebod van God... alleen om uw eigen tradities in stand te houden? Waarom ben je met de buitenkant bezig... En reken je me daarop af? En ben je bereid om daarvoor het gebod van God, van liefde, van compassie, van waarheid, van je ouders, eren, want daar was ook een discussie over in dit hoofdstuk wat je terug kunt lezen in de Bijbel. Waarom overtreed je dat om traditietjes te kunnen houden? Wat is nou hoofdzaak en wat is bijzaak? Waar gaat het om? Wij zijn soms nog steeds zo bezig met de buitenkant. Dit is een verhaal van inmiddels ruim 2000 jaar geleden. Maar is het niet zo dat wij of we nou gelovig zijn of niet? Da hoeven geen christen voor te zijn of wat dan ook. Als mensen constant elkaar beoordelen op de buitenkant en soms zelfs grotere fouten maken in onze veroordeling van mensen op de buitenkant? Dan waar we hen verwijten om maken? We kijken soms te weinig in de spiegel. En zien niet meer wat er in ons eigen hart is. En dan zegt Jezus dit tegen het hele volk. Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein. Niet je gebruiken, niet je eten, niet wat je aanraakt. Maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Vies, zou je kunnen zeggen. Of lelijk. Wat de mond uitkomt, kan je lelijk maken. Of kan je het zelf. Openbare zoals je bent. Soms hoor je iemand wat zeggen en dan weet je precies wat hier leeft. Iets heel naars. Vol afgunst of zo. Of jaloezie. Of discriminatie. Niet wat de mond ingaat, maar wat de mond uitgaat. Dat laat zien hoe je ervoor staat. Kijk niet naar die pietluttige dingetjes. Maar kijk in de eerste plaats. Naar binnen, en wat leeft hier? Nou, het volk kan het daarmee doen, die gaan daarmee weg. Maar nou, dit is echt nieuw, dit is echt nieuw. Want iedereen was de hele dag bezig met dit. En nu ging het ineens om ook dit, wat de mond uitgaat. En hoe ga ik om met andere mensen? En wat vindt God daarvan? Het was voor hen in die tijd mind-blowing. Het zal echt zo onrustig leeggedruppeld zijn, dat, dat moment. En toen bleef Jezus over met zijn leerlingen. Met die twaalf vrienden. En die zitten nog zo. Dit was wat zeg. Ze willen een soort nabeschouwing. En dan gaat Petrus uiteindelijk naar Jezus toe en die zegt. Ik begrijp eigenlijk nog niet helemaal wat hij nou bedoelde. Want dit is toch ons geloof? Dat je dit niet mag, en dat 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 wel moet, en dat niet mag, en dat niet mag. En dan kan ik heel lang doorgaan. Dat is een beetje zonde van mijn tijd nu. Maar ze hadden zoveel regels. En dan zegt u, niet wat de mond ingaat, maar wat de mond uitgaat. Maakt het allemaal niet uit of zo? Wat bedoelt u nou? En dan zegt Jezus, ik zal het je nog een keer uitleggen, maar dan nu nog duidelijker. En dan zegt hij, begrijpen jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt? En in de beerput, in het riool, weer verdwijnt? Ja, ja, dat kunnen we volgen. Dat snappen we. Mond, buik, weg. Ja, helder, helder verhaal. Misschien was je een beelddenker. Nou, daar heb je nu ook nog geluiden bij. Um, maar wat daarin tegen de mond uitkomt, dat komt uit het hart. En dat, wat daar leeft, dat kan een mens onrein maken. Of juist heel mooi. Dat kan natuurlijk ook. Dat je een heel mooi hart hebt. Toen ik met Matthijs sprak. En je bent heus geen, geen uh, superchristen ineens, hè? Maar je bent wel echt een prachtige kerel. En ik zag zoveel mooie dingen uit jouw hart komen, juist nu. Toen ik denk ik: Oh, je bent mooi. En ik zei een paar keer tegen Matthijs in dat gesprek: Ja, jongen, je staat er echt voor. Je staat sterk. En hij zit in een rolstoel. Dus het was een beetje gek. Ik zei steeds: Je staat zo sterk. En je staat dit en je staat dat. Maar het kwam. Door hoe Matthijs overkomt op mij. En dan zie je niet meer dat iemand in een rolstoel zit. Maar dan zie je wat in iemands hart is. En dan vergeet je helemaal die rolstoel. Op dat moment even. Omdat iemands hart zo zichtbaar wordt. En dat vond ik heel gaaf. Dus wat er in je hart leeft, dat maakt je mooi of lelijk. Want wat kan er in een hart leven? Jezus noemt een paar gevaren: Dit. Uit het hart komen boze gedachten. Ik kan me niet zomaar uit de lucht vallen. Dat leeft hier. Boze gedachten. Moord. Dat begint niet met de actie. Dat begint hier. Moord. Overspel. Dat begint niet met... Ja, ik had geen vangrail. En toen... Ja, overspel. Ik had geen vangrail. Daar lachen. Nee. Overspel komt niet omdat je geen vangrail had. Overspel komt omdat hier iets leefde... Wat heeft gewoekerd. en wat sterker is geworden. dan je wil of wat dan ook. of je wil is meegegaan. Het kwam hier vandaan. Niet uit regels. Het komt uit je hart. Ontucht. Dat is elke vorm. volgens de Bijbel. van seksuele omgang. van seks hebben met iemand. buiten de veilige, gezegende. voor beide partijen. goede, veilige kaders. van huwelijk. van trouw. en liefde. van verbond. Van ik ben er nu voor je. Maar tot mijn dood ben ik voor je. Alle vormen van, van seks daarbuiten zijn gevaarlijk voor je geluk, volgens de Bijbel. Maar het begint ook hier. Het diefstal, valse getuigenissen, dus liegen, lasten, geroddel over mensen, heb je het gehoord? Dat maakt een mens lelijk. Die dingen. Niet eten met ongewassen handen. Het hart. Daar gaat het om. En ik denk, tot nu toe is er niemand die zegt: Martin, ik ben het niet met je eens. Nee, ik wil even zeggen: Martin, ik ben het niet met je eens. Het gaat niet om het hart. Het gaat om regels. Dit vinden we allemaal prachtig, toch? Het is de meeste, hoop ik. Dat je denkt van het gaat om je innerlijk en het gaat om uh, nou ja, wie je bent en zo, en niet om wat, wat moet. Dus Daar zijn we het wel eens, maar daar ga ik vanuit. Maar het wordt spannender voor mijzelf. En misschien ook wel voor sommigen van jullie, als ik concreet ga kijken dan naar mijn eigen hart. En wat ik daar soms toesta om te mogen zijn. Wat ik soms ruimte geef. Of wat jij soms ruimte geeft en blijft geven. Waarvan je eigenlijk denkt: nou, het maakt me niet mooier. Het maakt me niet prettiger, het maakt me niet gezonder. En het maakt me ook niet meer verbonden met God. Als je dat al zou willen zijn, of die ervaring kent in je leven. brengt me ook op afstand van God. Die dingen die ik daar laat woekeren. Ik wil je er vier noemen? De vier grootste die de meesten van ons. op een bepaald moment in je leven. tegen zullen komen. Deze vier: schuld of schuldgevoelens. Soms is, is er helemaal geen schuld, maar heb je wel schuldgevoelens. Die kunnen je verteren, constant schuldig voelen. Boosheid. Hebzucht. Ik wil, ik wil, ik wil. Ik heb alles voor over. Ik wil, ik wil, ik wil. Elk offer wil ik brengen. Hebzucht. Jaloezie. Die vier zaken. Even in een grote lijnen. Er kunnen veel meer dingen spelen. Maar die kunnen zo je geluk en je leven uit je zuigen. Als je de ruimte geeft. Als je over deze dingen nadenkt. En je wil ze samenvatten. Dan zou je bij schuldgevoel kunnen zeggen... Schuldgevoel betekent, ik ben jou, die ander, in mijn leven iets schuldig. En dat is een rot gevoel. Ik ben jou iets schuldig en dat weet je niet eens misschien. Want misschien heb je een relatie en ben je vreemd gegaan of, of je bent uh, ergens mee bezig geweest en die ander weet het niet. Je hebt gewoon een geheim, je hebt iemand pijn gedaan, tekort gedaan. En elke keer als je die persoon spreekt, dan denk je, oh, je moest het eens weten. Maar je weet het niet. Je voelt je schuldig. Wat gebeurt er? Afstand. Die ander gaat het voelen: is er iets? Nee, is er iets? Nee, is er iets? Nee, is er iets? Nee, is er iets? Nee. Afstand wordt groter en groter. En schuldgevoel is zo naar dat je het ook niet altijd wil voelen. Dus om dat schuldgevoel niet te hebben, ga je soms maar toegeven aan dat negatieve. Nou, weet je wat, dan ga ik. Laat maar zitten. Ik geef wat toe. Ik ben toch slecht of ik ben toch dit. Of je gaat drinken of je gaat ik veel zelfbevrediging toestaan. Dat je constant op die manier een uitweg zoekt uit je rottige, verdrietige schuldgevoelens. Ik ben jou iets schuldig. Boosheid, omgekeerd. Jij bent mij iets schuldig. Jij bent mij iets schuldig. En dan kun je elkaar jarenlang nadragen. Ja, maar vergeet niet hè, toen... Vergeet het niet, hè? Je kunt nu wel iets tegen mij zeggen, maar vergeet niet dat jij mijn schuldig bent. Wat jij toen gedaan hebt, hè? Ik weet het nog. Weet jij het nog? Ja, ik weet het nog. Het staat in mijn zwarte boekje. En mijn zwarte boekje heb ik altijd bij me. En dan sta jij bovenaan. Weet je nog? Ik ben boos. Jij staat in de min. Dus jij moet kruipen, jij moet lief zijn. En als jij een fout maakt, komt hij er gelijk bij. Dan sta je dubbel in mijn boekje. Want jij bent mij iets schuldig. En ik laat je niet los tot je terug hebt betaald. Of hebt erkend dat inderdaad jij in de min staat en ik in de plus. Hoge status, lage status. Ja. En soms zijn die mensen op wie je boos bent al lang niet meer in je leven. Dat kan, hè. Iemand is vreemd gegaan of zo, een relatie is kapot gegaan, maar je bent nog steeds boos. Je ziet de persoon niet eens meer, maar je denkt: oh, wat een, en die is me nog wat schuldig. Je blijft boos. Als ik aan die persoon denk: oh, of die kerk, of die leraar, of mijn ouders. Oh, soms zijn ze zelfs al overleden, die mensen. Oh, ik ben nog steeds boos. Ik hoef maar dit liedje te horen. Oh, ik ben weer boos. Ik hoef maar langs het huis te rijden. Oh, ik ben weer boos. Ze zijn me iets schuldig en ze moeten het goed maken. Gerechtigheid. Maar soms krijg je het nooit. Hoe daarmee omgaan? Ik geef je straks een Bijbels advies voor vrijheid? Hebzucht. Ik wil het, ik wil het, ik wil het. Ik ben het mezelf schuldig. Ik ben het waard. Omdat ik het waard ben. Andrelon. Maar omdat ik het waard ben iPhone X, heel groot. Wat is het, X Max of zo? Oh, ik kijk bijna dagelijks naar die advertentie. Ik moet hier tegen vechten hoor. Mijn abonnement loopt volgende maand af. Oh. En als ik, dan, als ik dan 400 euro, slechts 400 euro bijbetaal, kan ik de rest betalen met mijn abonnement in een lening. Uiteindelijk betaal je dus gewoon dat hele ding. Van dikke, 12, 1300 euro zo'n zo apparaat. Mijn telefoon werkt prima. Het glaasje zit een basje in. Ik heb een iPhone 8, ook best oké okay, toch? Uh, ja. Maar die iPhone X die is net wat groter. My precious. Ja, dat wil ik. <laughs> wil jij hem ook? Ja, of je kent ook de film. Ja. Ik wil het, ik wil het, ik wil het. My precious. Dit is voor mij een gevecht. Als ik nou over een maand rondloop met een iPhone X, wil dan iemand tegen me zeggen, jij zondaar. Want ik heb me voorgenomen dat ik, hem niet, dat ik hem niet wil. Dat ik hem wel wil, maar niet neem, laat ik het zo zeggen. Dat ik hem wel wil, maar ik wil niet. Ik heb hem niet nodig. Wat is koopkracht? De kracht om te zeggen, nee, ik heb hem niet nodig. Ik heb er soms veel te weinig van, van die koopkracht. Zeggen, nee, ik heb hem niet nodig. De kracht om het niet te kopen. En de laatste, jaloezie. Jaloezie. De wereld is niet eerlijk. De wereld is mij nog iets schuldig. Want zij kreeg promotie. Of zij heeft een leuke vriend. Of zij is knap. Of hij heeft, uh, weet ik veel, uh, promotie gemaakt. Hij heeft respect van iedereen. Iedereen luistert wel naar hem, niet naar mij. Hij. Hmm. Of zij hebben wel, het wordt wat gevoeliger: kinderen gekregen. En wij niet. Zij hebben wel kinderen die altijd langskomen. Oh, wat een leuk gezin. Onze kinderen komen nooit. En soms is het zo erg, dit... dat we stiekem blij zijn als zij dan problemen krijgen. Niet openbaar, hoor. Zijn niet, oh, nou, fijn. Maar ergens zullen sommigen herkennen... Dat, dat als iemand waar je altijd jaloers op bent geweest... omdat hij een aanzien stond op het werk of zo... of altijd promotie maakte... als die dan een fout maakt of openbaar valt... dat je denkt, hmm, nou... ik vind het wel heel erg... Maar niet echt. Dat je stiekem de, de failures van een ander viert in je hart. Want het is jou niet overkomen. En je staat ineens weer een beetje meer in de plus. Jaloezie. Hoe er nou vanaf te komen als je deze dingen herkent in je leven. En wie herkent ze soms niet. Dan weer het ene, dan weer het ander. Soms een aantal dingen tegelijk. Of iets heel anders wat ik niet genoemd heb. Waarvan je zegt, het is er soms. Maar ik wil niet dat het er blijft. Ik wil geen vaste plek aanbieden. Ik wil geen hotel zijn voor deze gast. Ik wil mooier zijn. Zoals Jezus zei, ik wil niet onrein of lelijk zijn. Ik wil schoon en mooi en dicht bij God zijn. De eerste, als het gaat om schuldgevoelens, het was in een paar seconden getypt, maar zo moeilijk om te doen. Wees open en beken. Kan niet makkelijker of moeilijker maken. Dit is het. Wees open en beken. Als je, je schuldig voelt naar iemand, terecht of onterecht, wees open en beken. Oh, maar als ik dat doe, denk je misschien: dan wordt het chaos. Als ik zeg: liever ik moet je iets vertellen en dan zeg je het. Dan gaat die ander weg. Of ik moet weg. Of ze zullen nooit meer naar me kijken zoals ze nu naar me kijken als ze het weten. Of ik word ontslagen. Of, weet ik veel, iets van chaos en ellende als ik eerlijk word, als ik beken. En wellicht ontstaat er ook een zekere mate van pijn, chaos, gedoe als je open bent en bekend. Maar je zult merken. Ik zeg dat ook uit eigen ervaring. Op het moment dat de chaos hier verplaatst naar daar, ben je wel beter af. Want dan is het hier rustig of rustiger. En dan moet je hier wel doorheen. En dat is ingewikkeld. Maar je gaat er wel doorheen. Zolang je het hier houdt, blijf je erin gevangen en doet het veel langer. En beken niet alleen naar God als je gelovig bent. Want dat is als je gelooft of als je zou willen geloven, ergens nog het makkelijkst misschien. Want God weet het al. Dus. God, ik moet u iets bekennen, ik weet het al. Ja, het spijt me heel erg. Wilt u me alstublieft vergeven? En dan weet je ook, als je dit meent, dat God je ook van harte wil vergeven. En dan voel je je opgelucht en misschien wel schoon, een soort van douche, van hè, het kleeft niet meer aan me. Maar vervolgens moet je wel die partner of die vriend of die collega onder ogen komen. En als die het niet weet, ja, ben je dan vrij of ben je nog steeds gevangen? Zijn nog steeds vast. Dus dit is veel moeilijker dan die. Maar deze is wel nodig. Alsjeblieft, 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 doe dit. Spreek het uit. Wees open en bekend. En je zult zien dat het vertrouwen van die ander eerder toeneemt dan afneemt. Als je uit jezelf zonder gesnapt te worden, met de waarheid komt. Eigen ervaring. Klopt. Vele mensen hebben dit mij verteld. Ik sta je duizend procent achter. Dit moet je doen. Beken, wees open. Volgende, boosheid. Je bent mij iets schuldig. Vergeef. Oh Martin, ik was al bang dat je dit ging zeggen. Ik wist het ook. Ik ben nu gelijk boos. Als jij zegt vergeef, ga ik echt niet doen. Ga ik gewoon niet doen. En als jij mij was, zou je het ook niet doen. Want die persoon verdient mijn vergeving niet. Want wat hij of zij gedaan heeft, of wat ze gedaan hebben, was gewoon te erg. En als ik dat vergeef, wie komt er dan voor mij op? Wie gaat dan zeggen: Het was niet goed wat aangedaan is? Is het dan allemaal maar al? klaar? Klaar, vergeef. Maakt niet uit, joh. We gaan verder. Dat is niet vergeven. Of moet ik dan weer met ze omgaan? Nee. Moet ik dan weer, weer ik voel me kwetsbaar opstellen bij die persoon? Nee. Je kunt mensen vergeven die jou nooit om vergeving hebben gevraagd, die zelfs hun fouten niet eens inzien, door ze los te laten in je boosheid. Door te zeggen, laat ik het anders zeggen, door jouw boosheid los te laten in je oordeel over deze mensen. Van, ik ga niet wachten tot jij komt om het goed te maken, zodat ik weer verder kan. Ik ga je loslaten. Ik wens je, hopelijk krijg je het over je lippen, of in je hart. Ik wens je het goede toe. Ik hoef je niet te zien misschien, ik kan je niet zien of wat dan ook. Maar ik ga niet wachten tot jij komt op je knietjes of zo. Nee, vergeef je, ik laat het oordeel los. Dat zal God op een dag met jou uit moeten zoeken. Je zult op een dag je eigen geweten onder ogen moeten zien. Maar ik ben niet jouw rechter meer. Want dat maakt mij ongelukkig en dat wil ik niet. Dus ik wil mezelf bevrijden van mijn boosheid. Dus ik ga het loslaten. En daarmee heb je dus niet gezegd dat het niet uitmaakte. Dan heb je gezegd: het maakt me nog ongelukkiger als ik het blijf vasthouden. Dan heb ik dubbel straf. Snap je? Dus ik laat het los. En ik weet dat God rechtvaardig is. En dat alles wat gebeurd is, wat het daglicht niet kan verdragen, in het licht zal komen. Alles wat gefluisterd is in het donker, zal van de daken worden geschreeuwd. Op het moment dat God komt en recht zal spreken. Die dag komt. Er komt ook voor jouw situaties echt rechtvaardigheid. Ook andersom. Als mensen met jou nog een appeltje geschild moeten hebben of te schillen hebben. Lastige zin. Zorg dat je ook andersom schoon schip maakt. Want alles komt in het licht. Volgende. Hebzucht. Die ga ik wat korter doen. Geef. Geef. Dus in plaats van... want Ik heb nu dan een bepaald bedrag. voor die iPhone X. Ja? Ik zei net ongeveer... Dat kost ongeveer zoveel. En ik ben in staat om het te doen. Oh, ik ben heel dichtbij... Maar ik ga het niet doen. Als ik dat uitspaar en ik geef dat bedrag in plaats van aan iets of iemand anders wat beter is, dan heb ik hebzucht een klap verkocht. Van jij hebzucht, jij wilde dit. Haha, ha, ha, ik doe lekker dat. En ik heb je een klap gegeven, je bent even een beetje verzwakt. En weet je wat? Ik ga ook nog, als je er ruimte voor hebt, hè, wees verantwoordelijk alsjeblieft. Maar ik ga ook nog een gift overmaken. Dit is ouderwets, je kunt ook gewoon zo een gift overmaken. Of, of zo met je telefoon. Naar een goed doel. Of naar iemand in je familie of vriendenkring waarvan je weet... zit in de schuldsanering. Of heeft het gewoon heel krap. Of kan niet op vakantie. Of heeft geen kleren. In plaats van om voor jezelf weer een nieuw setje te kopen. Zeg, weet je wat? Ik geef die persoon misschien zelfs anoniem, He, dat, je, dat je het echt wilt doen, niet voor jezelf, maar voor die ander. En verlop je, je door de bus. En Geven. Niks zal hebzucht zo vernietigen dan een paar flinke giften. Als je nog doelen zoekt, je mag me naar de dienst aanspreken. Het is niet voor mij, maar er zijn genoeg mensen en situaties die ik ken die support nodig hebben. Als je daarbij wil helpen, dan bedoel ik niet manipulatief. Maar dan kan je altijd eens aan de bel trekken. Maar misschien ken je zelf genoeg situaties. En de laatste. Als het gaat om jaloezie. God is mij iets schuldig. Want hij verdeelt het niet eerlijk. Of de wereld is mij iets schuldig. Als je God lastig vindt. De wereld is niet eerlijk. En ik ga oh, wachten tot de wereld eerlijk wordt. Of ik ga die anderen laten voelen dat het niet eerlijk is. Ik ga die collega... Niet feliciteren met de promotie die ik had moeten hebben. Ik ga dat kaartje niet sturen. wat ik had willen ontvangen. wat jij mij niet stuurde, trouwens. Dat soort dingen. Ga dat niet doen, maar ga vieren en ga danken. Dat is ook weer Matthijs. Ik kom weer bij je. Ik ga het niet de hele tijd doen, dus de laatste keer. Wat ik zo indrukwekkend vond, trouwens niet alleen voor jou, maar ook van de mensen om jou heen en je gezin dat het woord dankbaarheid zo vaak viel... in ons gesprek. Daar snap ik niks van. Ergens. Ook weer wel... vanuit eigen ervaringen. Maar in jouw situatie... vond ik het zo bijzonder dat je zei... dat je dankbaar was voor hoe God liedjes geeft... in je gedachten op het moment dat je het nodig hebt. Dankbaar voor mensen die... voor jullie zorgen. Dankbaar voor de gemeente die op een gegeven moment... Zaken aanpassen, een stoep uh, ophoogt, een terrasje ophoogt. Dankbaar voor oma die de tuin zo mooi maakt. Dankbaar voor mensen in de kerk die bidden. Dankbaar voor dit, dankbaar voor dat. Dankbaar dat God erbij is. Niet dat alles goed is hoor. Verre van dat. Maar je kiest ervoor om niet jaloers te zijn en afgunstig en boos. Maar in alles het goede ook te willen zien. Dat is een gaaf ja, voorbeeld dat je geeft. Voor ons allemaal. Vier jouw zegeningen. Maar vier ook de zegeningen van een ander. Die je heeft gekregen wat jij niet hebt. Dat is moeilijker nog. Zij dus jij had die promotie gewild. Maar je collega krijgt hem. Je kunt jaloezie een klap geven. Door naar die collega te gaan. Een handdruk te geven. En zeggen. Hé. Hey, gefeliciteerd man. Gefeliciteerd vrouw. Van harte gegund. Van harte gegund. Dan heb je het gezegd. Maar misschien denk je, maar dat voel ik helemaal niet. Dat is dan toch wel weer gek, dat is toch weer buitenkant, dat is toch weer gedrag. Wat ik het nou niet voel, moet ik het dan wel zeggen. Nou, ik denk wel dat we door het goede te doen vanuit innerlijke overtuiging, dat is ook je hart. Ons gevoel, wat iets anders is dan innerlijke overtuiging, dat ons gevoel meegaat. Daarover heb ik dit gezegd. Wacht niet op het juiste gevoel. Ja, als ik het voel, die liefde voor die collega, dan ga ik het echt doen. Ga ik echt doen? Of als ik voel, dit is het moment, nu kan ik bekennen. En mijn schuld beleiden. Dan ga ik het doen. Als ik voel alle voorwaarden kloppen. Of als ik voel, ik ben niet meer boos. Als ik liefde voel of zo, dan ga ik vergeven. Ik denk dat het moment nooit komt. Het mag niet op het juiste gevoel. Maar wacht maar af hoe je je voelt als je dit. Gaat doen. Dit zijn principes die ik je heb verteld, die wij niet hebben bedacht als kerk. Die worden in heel veel kerken gedeeld. En waarom? Omdat de Heer Jezus ons voorbeeld, ik geloof, de zoon van God, die in mij leeft, die in jou wil leven, deze dingen heeft gezegd. Gaat doen, volg mij en je zult zien wat het effect is. En je vertrouwen, en je geluk, en je geloof. Zullen toenemen naarmate je ziet, het klopt. Doe het met God samen. Ik wil gaan afsluiten. Wat ik vaak, <laughs> toen ik nog verkering had met Suus, dat was een beetje ons kinderachtige dingetje. Heb je dat ook met je vrienden of met je, met je partner? Van die, van die zinnetjes van vroeger, die echt nu een beetje kinderachtig klinken, maar die toen heel schattig waren of zo, die toen wel konden. Of misschien heb je dat niet. Ik heb dat wel en ik zwijg vaak tegen Suus. Ik geneer me een beetje als ik het zeg. Zij was 16 of zo en ik was 20. En als ik dan wilde weten hoe het echt met haar ging... Oh, dat moet je echt niet verder vertellen hoor. Even. En nee, Dan zei ik. Su, Suus. En zij zei ze, ja. Zeg, nee jij niet. Het is echt te erg. Dan zei ik... Ik durf het niet te zeggen. Maar, ze is wel bij me gebleven. Dat is dan weer uh, fijn. Dan zei ik. Suzanne, mag ik je hart even spreken? En dan zei ze ja. Dan zeg ik: Hé, hey, hoe is het met je? En dan zei ze. wat er in haar hart leefde. Of. soms was het stil en was het lastig om te zeggen, maar dan kan je het daarover hebben. Ik doe het nu met mijn kinderen. Vanochtend in de auto op weg hier naartoe. zei ik tegen Noah en Feline... Hoe is het met jullie van binnen? En toen zei Noah. 7 jaar, papa. papa gaat zeker spreken. Hoe is het met je van binnen? Ik zeg nou, ben je op iemand boos? Is er iemand op wie je boos bent? Zei hij ja. Toen noemde hij een naam van iemand uit zijn klas. Ik zeg hoe lang ben je al boos op die persoon? Een jaar. Ik zeg een jaar? Mm -hmm. Heel boos. Oh, wist ik helemaal niet. Ik had die vraag nooit zo gesteld. Ben je op iemand nog boos? Hoe is het van binnen? Zei ik misschien kunnen we die persoon vergeven. Nou, dat was geen goed plan. Gaan we nu. Dus we, daar gaan we nog eens een keer over hebben. En toen vroeg ik het aan Feline. Ik zeg, hey je vier jaar. En jij dan? Ben jij, ben jij nog op iemand boos? Of, of ben je blij? Nou, ik ben wel blij, maar ik ben ook wel heel boos. Oké? Okay. Op wie ben je boos? Toen kwam er een naam. En dat ja, deed al een belletje rinkelen. Dat is van twee jaar geleden. Ze ging twee middagen naar de kinderen. We je dat kinderen opvang. En daar was een jongetje geweest dat haar geduwd. Het was ze op haar billen gevallen. Toen was ze weer opgestaan. Toen had hij haar weer geduwd. Toen was ze nog een keer gevallen. Toen had ze gedaan. En toen was die weggelopen. En ze was nu nog steeds boos. Ze was nog steeds boos. Ik ben heel boos. Zei ze zei, ik ben heel boos. Maar ik zie hem nooit meer, zei ze. Ik ben heel boos. En toen zei Noah, letterlijk. Oh maar ik heb hem met hem afgerekend hoor. Letterlijk. En stiekem dacht ik, goed zo. Maar dat heb ik niet gezegd. Maar ik vind het wel cool als hij voor zijn zusje opkomt. Maar ik zeg, joh, misschien is het wel met hem afgerekend in die zin dat jij hem ook een duw hebt gegeven of zo. Maar als zij nog boos is, dan heeft zij er nog steeds last van. Hij niet. Dat duwtje is hij wel overeengekomen nu. En daar hebben we het over gehad. Mijn vraag aan jou is, als volwassenen onder elkaar. Hoe is het met je hart? Echt even eerlijk, je hoeft mij geen antwoord te geven, maar ik stel je wel de vraag, hoe is het met je hart? Ben je nog boos op iemand? Waar jij misschien meer last van hebt dan die persoon? Dat je boos bent en je kunt er niks mee. Ben je jaloers op iemand? Vind je het niet eerlijk? Kan je dat niet loslaten? En heb jij daar meer last van dan die ander misschien? Zelfs hoogstwaarschijnlijk. Denk je dag en nacht. Ik wil het hebben. Ik kan me niet schelen hoe, maar we gaan het doen. We gaan het kopen. We gaan die reis maken. We gaan die keuken. We gaan het, doen. het kan niet, maar we doen het gewoon. Ik wil het hebben. Ik heb er recht op. Hoe is het met je hart? Kan je nog dankbaar zijn? Kan je nog geven? Of wil je? Hoe is het met je hart? Wat je hier leeft, dat maakt je mooi. Of dat maakt je minder mooi. We willen met elkaar gaan voor steeds mooier. Steeds voller van het goede. En de Heer Jezus zelf wil in ons hart komen wonen. Door ons vertrouwen, door ons gebed door ons betrekken van hem bij alle situaties en door goed te kijken wat leeft hier en dan gaat dit positief veranderen als je hier durft te klussen. Afsluitend die tekst nog een keer van Salomo van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, want dat is de bron van jouw leven. We gaan luisteren naar een prachtig lied over Do you want to be happy? If you tired, if you are tired, van steeds weer datzelfde rondje zegt het lied. It's time to give Jesus the wheel, to make some good choices. Een prachtige gospel, geniet ervan, laat het tot je hart spreken, en daarna gaan we bidden. Ik zo mooi vond is dus dat op het eind, heb je dat gezien? Dat Gersons dochter zo naar papa toe kwam, en hij zei, Gerson, en toen liep, liep ze zo weer terug: zo van hé hey, hey meisje, ik heb je gezien. Zo mooi, dat is ook precies wat we nu gaan doen als we bidden. We gaan naar de vader toe, en we zeggen: Hier ben ik. En de vader zegt: Goed dat je er bent. Ik wil je graag zien. Ik zie je namelijk altijd en ik wil je graag helpen, zullen we bidden. En als je het moeilijk vindt. Graag voor jou bidden. Dank u, Heer, dat Gerson zo open en liefdevol naar zijn dochter keek. Dank u wel, Heer, dat u ook zo naar ons kijkt. Open en liefdevol. Wat er ook speelt of heeft gespeeld, uw liefde is unbreakable. U bent trouw en goed. Altijd. Hoe we het ook verpest hebben soms. Wat er ook in ons hart gewoekerd heeft. Hoe mooi of minder mooi we onszelf ook vinden in ons gedrag. Of wat we denken. U wil ons helpen. Ons een nieuw hart geven. U wil ons een nieuwe weg wijzen. En het zal tijd kosten misschien. Korter of langer. Maar u bent erbij. En ik wil bidden voor iedereen in deze zaal. U dat zult bewijzen. Dat uw liefde bewijzen. U wilt u ons een onweerstaanbaar verlangen geven naar schoon schip, naar een positieve toekomst en eigenlijk Heer God, naar uzelf, want u bent dat. U bent onze nieuwe toekomst. U bent ons thuis. Zoals we deze dienst begonnen, kom naar huis, kom naar huis voor het feest van genade. Als jij dit in de zaal aanhoort en denkt: Poeh, heel veel. Ik moet erover nadenken. Dat mag. En ook daar is God bij. En als je ons nodig hebt als kerk, wij willen er ook voor je zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen.